Welkom bij SV Urk TV met een samenvatting van de wedstrijd in de hoofdklasse B tussen Urk en Zuidvogels, gespeeld op zaterdag 3 februari 2018. Wedstrijdsponsor is De Flux Scheepsbetimmering en bouwbedrijf uit Urk. Onze pupil van de week deze middag was Jacco Post. En die mag natuurlijk als eerste proberen de keeper van Zuidvogels te verschalken. En dat doet hij op een prachtige manier. Goed, dan nu de wedstrijd. Een hele belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Een zogenaamde zespuntenwedstrijd. En hier het eerste gevaarlijke moment voor het doel van Urk. Cornelis Kofferman die zich bijna verslikt in een aanvallen van Zuidvogels. Maar gelukkig lost het zichzelf allemaal op. Dan een corner voor Urk. En een kopbal van Riekelt Jan Brands op de lat boven de doelman van Zuidvogels. Zo was de eerste echte kans dan voor Urk. Urk kreeg ook wat meer vat op de wedstrijd en we zijn nu al in de 25e minuut aanbeland. Een overtreding op Jelle de Boer. Dat is de vrije trap op 25 meter. Gerrit Tol. En die legt hem keurig in de hoek. En zo komt Urk op een 1-0 voorsprong. En Urk wilde gelijk wat meer. Hier is opnieuw een aanval aan de rechterkant. Wordt deze bal verwerkt tot corner door de verdediging van Zuidvogels. En Urk was gevaarlijk gebleken in corners. Alleen de corner die daarop volgde, die leverde weinig tot niets op. Is dat nieuw Hesselsnoek. Die legt terug op Jelle de Boer. Zijn schot wordt gered door de keeper van Zuidvogels. Goede kans voor Urk om op een 2-0 voorsprong te komen. En dan is het nu hier vlak voor rust. Een corner voor Zuidvogels. En dan is het Richard Gooyer die bij de tweede paal de bal bij de eerste paal binnenkopt. En zo Zuidvogels op een 1-1 stand weet te brengen. En in de laatste minuten voor rust dan nog deze aanval van Zuidvogels. Via de rechterkant. En dan een vlammend schot, maar een hele goede redding van Cornelis Kofferman. Die schijnbaar een beetje pijn aan zijn handen had. En dat is dan ook gelijk de ruststand. 1-1. Na rust. Dus de eerste aanval is voor Urk. Zit Lucas Nagel. De linkerkant naar Gerrit Tol. En die waagt maar weer eens een schotje van afstand. En dan is het via een tegenstander zijn hoofd en een schitterende redding van de keeper. Dat de bal achter het doel van Zuidvogels terechtkomt. En de corner voor Urk levert voor de rest niks op. En hier een gevaarlijk moment van Zuidvogels, maar het is Riekelt Jan Brands die op het allerlaatste moment door middel van een sliding redding weet te brengen. Hier opnieuw een gevaarlijk schot van Urk dat trouwens in de tweede helft niet verder kwam dan wat schoten van afstand. Deze was van Hesselsnoek, maar de redding was er ook van de keeper van Zuidvogels. En hier een gevaarlijke voorzet van Zuidvogels, maar het is keeper Cornelis Kofferman die redding kan brengen. En dan ook nog een doelschop krijgt. Dan een vrije trap voor Zuidvogels. En dan is het bij de eerste paal Jermaine Heldoren. Die na rust inviel. Die Zuidvogels op een 1-2 voorsprong zet. En dan is er nog maar heel weinig tijd voor Urk. Om iets aan die achterstand te doen. De Broeg probeert het wel. Maar krijgt ook nog deze kopkans tegen. En een schitterende redding van Cornelis Kofferman. Het publiek verlaat dan al langzaam Sportpark De Vormt. Als we de laatste pogingen van Urk zien. Via de linkerkant dan komt er een voorzet. En dan is het Jan Versloten die doorkomt. Maar de bal gaat aan de verkeerde kant van de paal. Achter het doel van Zuidvogels. En dat was de laatste kans voor Urk. Het blijft bij een 1-2 overwinning voor Zuidvogels. En dan kunt u nu nog luisteren naar de interviews met de beide trainers. Urk de Zuidvogels, 1-2. Juan Fernandez Coto. Ja, gefeliciteerd met die overwinning. Terwijl je, ja, de blijdschap voor de overwinning is heel groot. Ja, zeker voor ons. Kijk, het blijft gewoon elke week puntensprokkel voor ons. Dus 1-2 uitwinnen bij Urk tegen een directe tegenstander of een concurrent. Ja, voor ons is dat geweldig natuurlijk. En hoe kijk je terug op de wedstrijd zelf, de prestatie van jouw team? Nou, ik denk dat wij heel goed begonnen. De eerste 20 minuten hadden we twee redelijke goede kansen met Danny Roosendaal. Daarna waren wij even de kluks kwijt met de bal op de lat uit een corner. De goal. Dus daarna nam Urk het eigenlijk over.
De laatste 5 à 10 minuten kwamen we in de eerste helft kwamen wij wel weer redelijk in ons spel, moet ik zeggen. Ja, en dan zeker toen die 1-0 voor Urk viel, toen dacht iedereen van, ja, Urk is op dat moment toch, ja, oppermachtig is te veel gezegd, maar ze creëerden 2-3 echte goede mogelijkheden. Ja, en dan die 1-1 die valt op een voor jullie heel gunstig moment. En toen was Urk de kluts kwijt. Ja, daarom zeg ik, de 1-1 viel inderdaad heel erg gelukkig uit een corner. Wordt teruggekopt naar de tweede paal en degene die bij die paal stond, die was al weg. Gelukkig voor ons. En daarna namen wij het inderdaad weer over, ja, de laatste 10 minuten van de eerste helft. En de tweede helft, ja, een wedstrijd waarbij twee ploegen eigenlijk meer tegen zichzelf vochten dan tegen de tegenstander. Want ja, het publiek dat heeft niet echt genoten. Nou, dat begrijp ik. Er zat heel weinig voetbal in. Ik denk dat wij nog wel probeerden te voetballen, maar de Urk was alleen maar met lange ballen bezig. Ja, het zou het ons lastig kunnen maken door een lopende mensen. Daar hebben wij het vaak moeilijk mee. Maar het was 2-3 keer raken, breed. En dan kwam die lange bal. Nou, toen stonden wij weer steeds. Goed. In ieder geval een hele dure punten voor jullie, want jullie klimmen weer wat omhoog en dat is een beetje punten sprokkelen. Dat is vandaag gelukt tegen Urk. Gefeliciteerd en succes in het vervolg van de competitie. We gaan even kijken wat de trainer van Urk te zeggen heeft naar deze toch wel, ja, hele dure nederlaag voor hun. Dankjewel. De trainer van Urk, Richard Karmelt. Ja, Richard, een hele dure nederlaag. Ben je boos of ben je teleurgesteld? Wat is het meest toepasselijk op dit moment voor jouw stemming? Teleurgesteld. Teleurgesteld. En ja, waarover? Nou, omdat ik vind dat wij niet brachten wat we horen te brengen. En ik was heel erg teleurgesteld in zoals wij een wedstrijd beginnen. En dat wij continu aan het, de bal aan het terugspelen zijn. Een ingooi hebben. Als eerste naar achteren kijken in plaats van naar voren. Terwijl je heel snel al het besef hebt op het moment dus dat je op hun helft bent en bij hun in de verdediging bent. En je kan daar zo met lopende mensen bezig gaan. Dat je ze dan gewoon daar zo weg kan spelen, dat je cross kan maken. Nou goed, en als je alles terugspeelt, dan zijn die momenten weg. En dan uiteindelijk, ja, dan de slechte start die vertaalt zich dan toch door die vrije trap van Gerrit Tol, 1-0. En toen hadden jullie, ja, in ieder geval nog een redelijke fase in de wedstrijd, want de 2-0, 3-0, die zat er ook in. Ja, die valt niet, dan wordt het 1-1. Ja, dan zeg ik van een heel dom doelpunt als je kijkt de aanleiding. Balverlies van Lucas Nagel, een totaal verkeerde keus, een cornerbal. En die cornerbal gaat ook niet helemaal goed. Nou ja, goed, je geeft het allemaal al aan. Ik bedoel, een spelervatting waar we vorige week ook doorgeklopt worden. En volgens mij is spelervatting, volgens mij is het hartstikke makkelijk. Je staat bij een tegenstander en je zorgt dat hij niet aan de bal komt. Nou goed, en als ik dan zie hoe makkelijk die bal weer teruggekopt kan worden, dat de paal niet bezet is wat we van tevoren afspreken. Ja, dan doe je jezelf heel erg tekort. En juist in de fase dat we, nou wat je net al zei, dat we wel op dat moment eventueel 2-0 kunnen maken. Dat we de tegenstander beter onder druk kunnen houden. Dat we wel gewoon naar voren kijken. Dat we meer beweging hebben. Dat we proberen door te komen via de zijkanten. En in die fase, en dan krijg je een tegengoal tegen. Ja, dat is gewoon slecht. En dan die tweede goal, ja, die geef je toch ook vrij makkelijk weg. Althans, makkelijk. Het is van hun heel goed. Maar jouw verdediging die reageert te laat. Gewoon niet alert genoeg. En zijn dat die momenten van scherpte waardoor zo'n wedstrijd helemaal, ja, voor jullie verloren gaat? Ja, gewoon juist in die fase was het natuurlijk van middenveld naar middenveld. En misschien dat wij optisch ietsjes vaker bij hun doel kwamen als bij onze goal. Ja, en dan wordt het beslist op details. Ja, dan is het natuurlijk heel slecht als je zo'n spelervatting weer, dat ze gewoon iemand gewoon binnen mag lopen. En dan als ik kijk naar die tweede helft, ja, ik heb eigenlijk alleen maar lange ballen gezien. Lange ballen naar voren. Zij probeerden dan nog een beetje via het middenveld op te bouwen. Is dat een bewuste keus dat je dan het middenveld, dat ze dan het middenveld overslaan? Of stoor jij je er ook aan? Nou, weet je, dat is altijd een beetje een lastige situatie. Kijk, onze goede fase die wij hadden in de eerste helft, dat was natuurlijk wel een fase waarin we snelle diepte kozen. Hè? En dat we natuurlijk ook wel een beetje gek werden van de breedte voetbal. Nu was het zo, op het moment dat we 10 meter de bal over de middenlijn hadden, in plaats van dat we hem voor de kool gooien met kopsterke mensen waar we gevaarlijk waren, spelen we 15 meter terug op onze eigen helft. Dus ja, op een gegeven moment moet je een mix maken. En ja, je moet een diepte in je spel hebben. Je moet een diepe bal spelen. Maar dan is het wel het moment van diepe bal spelen. Maar het moment van voetballen.
Ja, dat was vandaag heel slecht. Maar goed, ik denk zeker dat het te maken heeft met zoals je de wedstrijd begint. Gewoon niet agressief in het vrijlopen, niet agressief in de aannames. Balletje rustig terugkappen naar je slechte been. Dan moet je hem nog een keertje raken. Daarin leg je de basis neer voor het verloop van de wedstrijd. Want je speelt jezelf de wedstrijd uit. En vorige week zei je van ja, dit was een van onze slechtste wedstrijden. Ja, dan was dit vandaag misschien wel de slechtste wedstrijd van het seizoen. Want de tweede helft, ja, eigenlijk qua voetbal zat er heel weinig in. Hoe kan dat een ploeg die zo wisselvallig is, Apeldoorn heel erg goed en dan twee wedstrijden op zo spelen, kwaliteiten genoeg, maar het komt er niet uit. Wat missen we dan? Wat gaat er niet goed? Nou ja, jij zegt in ieder geval, zeg jij nu tegen mij dat ik heb gezegd dat ze vorige week heel slecht gespeeld hadden. Maar dat heb ik niet gezegd, hoor. Oh, dat meende ik gelezen te hebben dat je toen zei van een van onze mindere wedstrijden. Maar vandaag was het in ieder geval niet best. De tegenstander die laat je ook voetballen, ja of nee. En je bent zo goed als je tegenstander toelaat, dat heb ik gezegd. Oké, okay, en vandaag dan? Want nou, dit was in ieder geval geen een hele matige slechte wedstrijd. Dit was vandaag gewoon een slechte wedstrijd. Maar ook daarin geldt altijd dat je net zo goed bent als dat je tegenstander toelaat, hoor. Ik bedoel, laten we dat ook voorop stellen. Maar nogmaals, ik ben heel teleurgesteld in de passing en aanname en dat hele laffen elke keer weer teruggaan. Ik bedoel, de goal staat aan de andere kant en daar moet je heen. En dat doen we het liefst met heel veel combinaties. Dat doen we het liefst met een paar schijven. Dat doen we het liefst met doorkomen. Dat willen we mensen voor de goal hebben. Ja, goed, als je elke bal maar mee terugneemt en elke bal maar weer teruggaat en elke ingooi teruggaat en een vrije balletje teruggaat, ja, dan kom je niet bij die andere goal en dan geef je de tegenstander de gelegenheid om elke keer goed te gaan staan. Volgende week Huizen, dan moet het in ieder geval anders, want dit was een hele dure nederlaag. Als je kijkt door de stand van de ranglijst en de andere uitslagen, hè, waar je 9e had kunnen staan, wordt de 13e plaats plaats die je op dit moment in gaat nemen. In ieder geval succes volgende week tegen Huizen en hopelijk dat ze dan wel de goede keuzes maken en jullie met 3 punten thuiskomen. Ja, nou goed, ik vind het leuk dat je dit opstelt, maar einde van de rit sta ik liever 9 dan als ik nu 9e sta. Goed. In ieder geval succes volgende week. Dankjewel, Richard.